Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de mei-reading doen voor de tweelingen. Hallo tweelingen, ik ga beginnen met een schets, een tekening, de kleine oomkaartjes. Weet dat tijd vloeibaar is en dat het niet altijd je reading kan zijn. Dus probeer het ook niet in allerlei bochten te laten matchen. Als het niet voor jou is, dan is het niet voor jou. Het kan ook zijn dat er stukjes in zitten die voor jou zijn. Of dat het op een veel later moment je nog gaat overkomen. We zitten nou eenmaal allemaal op een andere tijdlijn. Oké, wat is er voor de tweelingen voor de komende periode? Mocht je een persoonlijke reading willen, dan kun je me mailen. Of als je tussendoor wil bellen, dat kan ook. Is er... die moet er heel duidelijk uit. Ik ben zo benieuwd. Drie mensen. Het kan een moeder zijn met twee kinderen. Het kan een vader zijn met twee kinderen. Het kunnen ook drie kinderen zijn. We gaan kijken wat dat betekent. Wat zeggen de tea leaves? De tea leaves voor de tweelingen. Kijk eens, dat zijn er veel te veel. Ik moet ze even weer goed doen in mijn handen. En ik laat die liggen. Nou, het zijn er te veel. Deze gaan allemaal terug in de stapel. En die blijft liggen. Het is zo duidelijk. Tweelingen, wat is er voor jullie? Wat moet je weten? Waar sta je? Kijk eens, waar sta je? Dit is een hele fijne kaart. Er is in ieder geval sprake van een hele close vriendschap met iemand van dezelfde sekse. Dus man, man, vrouw, vrouw. Een dikke vriendin, een close vriend, echt een maatje door dik en dun. Kan ook een vertrouwelinge zijn. En het kan zijn dat diegene op je pad komt, want het hoeft niet altijd zo te zijn dat een vriendschap van 30 jaar geleden, dat altijd de beste vriendschap is. Wel de langste, maar het kan ook zijn dat je morgen iemand tegenkomt waarmee je zo'n gelijkgestemdheid voelt. Of een zielsverwantschap en dat het al zo vertrouwd voelt. Dus het gaat niet om tijd. Hè? De kwaliteit van vriendschap heeft niets te maken met tijd. Goed, in ieder geval is er een close vriendschap. Dat is fijn. Ik ben heel erg benieuwd. Er is hier een tweelinge die niet echt lekker helder kan denken. Het is wat vertroebeld allemaal. Te veel dingen tegelijk. Door de bomen het bos niet meer zien. Duidelijk. En... misschien verwacht je gewoon ook te veel van jezelf. Omdat je gewoon even niet meer helder kan denken. En dan is het het beste om even afstand te nemen. En weer op een ander moment terug gaan kijken. Wat ligt er nou eigenlijk allemaal? Waar denk ik nou over na? Kan ik van die top 10 niet een top 5 maken? En dan een top 3? Ik neem ook altijd het voorbeeld van een glas water met zand erin. Waar je aan blijft schudden, dan blijft het troebel, dan wordt het niet helder. Laat het maar even staan en dan zakt het vanzelf naar de bodem. Er is hier iemand, een blondharige of een grijsharige of een witharige man. Die het goed met je voor heeft, die eerlijk in de wedstrijd zit. Iemand die integer is. Wie is dit? Wie is dat? Is dit de vader van je kinderen? We gaan verder kijken. Wat is er voor de tweelingen? Wat is er voor de tweelingen? Kijk nou, je zag het waarschijnlijk dat hij andersom ligt. Ik kan hem er eigenlijk... hij is zo dominant. Is het een ex waar je aan denkt? Er is hier een tweelinge dat... kijk eens, ja, ik moet het onderbreken. Het is ongelooflijk. Ze vallen zo duidelijk om en zichtbaar.
555. Iemand die 55 is, iemand die je kent die 55 is. Is het misschien je huisnummer of je geboortedatum 55? Je leven gaat veranderen, tweelingen. Maar daar gaat wel het nodige aan vooraf. En dat heeft te maken ook met dat niet helder kunnen denken. Ik heb heel duidelijk het gevoel dat er hier een tweelingen is. Het overkomt je, het overkomt je, er overkomt je iets. Het lijkt wel alsof het voor je voeten ligt. En dat je daardoor ook niet meer weet van, hé, hoe moet ik nou denken? Linksom, rechtsom, rechtdoor. Je weet het gewoon niet. Het kan heel goed te maken hebben met een meneer met grijs haar of wit haar. Het kan een ouder zijn, een opa. Het kan ook een leidinggevende zijn, maar dat kan ook iemand zijn die je kent uit een verleden. Een ex in een ex-relatie of een vriend uit een relatie. Ex hoeft niet altijd over een geliefde te gaan. Het kan ook een ex-vriendin of vriend zijn. Misschien heeft het toch te maken met die diepe vriendschap. Je kunt niet meer helder denken. En omdat ik deze zie, dan denk ik van een moeder met twee kinderen. Het zou kunnen dat je denkt aan een ex, iemand die overleden is, de vader van je kinderen. Ja, je wordt verstoord in je gedachten. Je verstoort het. Je weet niet meer welke kant je op moet denken. Ik heb het gevoel dat het iemand is die in leven is. Misschien een scheiding met iemand. Een man waar je enorm van houdt, hebt gehouden, maar nog steeds houdt. Iemand die het ook goed met je wil oplossen. Iemand die eerlijk in de wedstrijd zit. Misschien heeft diegene wel een ander. Maar er is iets waar je zo je gedachten niet bij hebt. Het lijkt wel alsof je tegen een muur aanloopt. Letterlijk, tegen een muur aanloopt. Je weet niet meer hoe je moet denken. Het kan ook een dochter van je zijn met twee kinderen. Ik weet natuurlijk niet hoe oud je bent als je midden 50 bent. Een dochter hebt met twee kinderen, twee kleinkinderen voor jou. Een gezin dat de vader moet missen, om wat voor reden dan ook. Ja, ik denk dat je heel erg veel steun hebt van iemand waar je heel close mee bent. Ja, misschien is het je moeder wel waar je close mee bent. Je dochter. Kijk welke samenstelling van het gezin het betreft. Ik kan dat natuurlijk niet weten. Misschien sta je er even alleen voor, lieve tweelingen. En dat je iets achter je wil laten. Dat je gewoon niet weet waar sta ik. Voorzichtigheid is geboden. Ja, neem niet te snel beslissingen. Of leg je, hoe zal ik het zeggen, ga niet bij de pakken neerzitten. Want je hebt ook mensen om je heen waar je voor mag zorgen. Ik denk toch dat het een vrouw of een man is met kinderen. Of met kleinkinderen. Een dochter waar je je zorgen om maakt. Een zoon waar je je zorgen om maakt. Ja, ga niet bij de pakken neerzitten, lieve tweelingen. En het kan ook zijn dat het iemand in jouw omgeving is die dit overkomt. Maar denk rustig na. Mensen kunnen soms, hè, als ze niet meer helder kunnen denken, kunnen ze opeens in de emotie een stap gaan nemen of een besluit gaan nemen. En morgen denk je van, oh, wat heb ik gedaan? Neem de tijd. En pak de steun van iemand die close met je is, iemand die je vertrouwt. Het kan heel goed zijn dat deze man die persoon is voor je. Als je een man bent, want het is wel een vriendschap wat hier letterlijk staat, van de same sex. Kijk nou eens, er zijn veel mensen bij betrokken. Een jongere vrouw. Ja, natuurlijk zijn er altijd meerdere verhalen mogelijk, maar het gaat erom wat ik intuïtief zie. En dat is toch dat er een jongere vrouw, iemand die jonger is dan jij, en het zou zomaar eens kunnen zijn dat er hier een vader heeft gekozen voor een ander, een jongere vrouw. Iemand die jonger is dan jij. Ik vind het naar om te zeggen. Maar het lijkt er gewoon een beetje op. Maar het is wel een integere man. Een integere man die het goed met je wil regelen.
kijk wat resoneert. Er is hier iets met een ex en er is hier iets met een man met grijs, blond of wit haar. En het kan heel goed zijn dat het zich afspeelt op oudere leeftijd. En dat het iets te maken heeft met het... Hè, of te maken heeft dat het ook verdriet is voor kleinkinderen. Omdat opa misschien iets gaat doen met iemand anders. En dat oma alleen achterblijft. Ik weet het niet. Ik heb toch het gevoel dat het hier een dochter betreft. Een dochter. Deze kaart spreekt voor mij zo duidelijk. Je loopt tegen een muur op. Misschien kun je niet praten met je vader die dit doet. Of misschien is het wel een oom of een broer. Van waarom doe je dit? Waarom ga je eruit? Ah, het is heel... Ja, maar wees voorzichtig. Ga je niet bemoeien met dingen die jou niet aangaan. Dingen die niet jouw zaak zijn. Ga je daar niet je vingers aan branden als jij er buiten staat en er naar kijkt. Kan heel goed, hè? Kan heel goed. Er is een jongere vrouw. En jonger wil niet zeggen een jonge vrouw, maar jonger dan jij. Of jonger dan degene waar je mee te maken hebt hier in deze legging. Ik zie toch een verband tussen deze twee. Ja, een man met blond, grijs of wit haar. Die te maken heeft met een jongere vrouw. Jonger dan jij of jonger dan wie het dan ook betreft. Ik wil nog een kaart. Je leven gaat veranderen. Je leven gaat veranderen. Deze moet eruit. Kijk nou eens. Oh, lieve tweelingen. Ja, ik krijg heel veel mail van kijkers die zeggen van Colette, zeg maar gewoon hoe het zit. En wees niet te mild, want ik wil altijd proberen om het toch wat zacht te houden. Ook in mijn woordkeuze. Maar soms zijn de dingen gewoon hard en ontkom ik er niet aan. En ik weet natuurlijk van tevoren niet wat er gebeurt. Het is zo afhankelijk van de kaart die eruit valt en de combinatie van de kaarten. Maar het lijkt er hier steeds meer op dat het toch gaat om iemand die zijn gezin achterlaat. Of iemand die een oudere heer, een vader, een opa, die ziet wat zijn dochter wordt achtergelaten. Ja, je hebt zoveel gedachten, je gedachten maken overuren. Het heeft toch te maken met iemand die weggaat. Iemand die weggaat, iemand die een ex wordt. Iemand die gekozen heeft voor een ander. Ah, en nogmaals, het kan hier gaan om man, vrouw, man, man, vrouw, vrouw. Maar deze man, die zit, het is ook ongelooflijk, hè? Hij ligt ook toevallig in het centrum van de kaarten. Deze meneer staat centraal. En het kan zijn dat deze meneer een soort mentor voor je is of een fijne leidinggevende die jou je verdriet gunt van ga naar huis en zorg dat het goed met je gaat. Maar het kan ook degene zijn die hier met een jongere vrouw een affaire begint, een relatie begint. Dit is namelijk, ja, als het degene is die wegloopt uit het gezin en het gezinsverband verbreekt. Het is wel iemand die het goed met je voor heeft. Iemand die het goed met je wil regelen. Maar deze persoon kan niet anders. Het instinct, de drift, het gevoel. Neem er afstand van. Wie het hier ook betreft. Lieve tweelingen, ik weet niet voor wie dit is. Ik ben bang dat dit echt letterlijk jou aangaat. Ik praat ook tegen jou. Ja, probeer afstand te nemen van een situatie waar je gewoon geen invloed op hebt. Je hebt er geen controle over. Kan heel goed zijn dat de breuk er al is. En dat je zo in de piepzak zit om te denken aan een ex die verder gaat met zijn leven. Wees voorzichtig in je emotie. Ik ga de wijsheid van het orakel erbij halen. Ik vind het heel naar, maar er zijn ook positieve dingen, want het gaat voorbij. En er is een diepe vriendschap met iemand. Ja, iemand die jou werkelijk, werkelijk op de been houdt. Kijk eens, observeren.
49, ben je misschien 49, 50, midden 50 dat dit gebeurt? Kan ook deze meneer zijn die bijna 50 is? Sta jij aan de vooravond van 50 worden? Als ik deze kaart zie, dan denk ik inderdaad van ga achteruit zitten. Ga proberen om te kijken wat de tijd met jouw wonden doet. Observeren, niks doen. Wat ik net al zei, sommige dingen zijn jouw zaak niet. Je hebt Gods zaak, je hebt jouw zaak en je hebt andermans zaak. Er zijn drie soorten zaken. Het is heel lastig, het is pijnlijk. Kan heel goed zijn dat deze kaart te maken heeft met een opa of een oma die zich er ongelooflijk graag mee wil bemoeien, maar weet van nee, het gaat me niet aan. Dit is mijn eigen kind die dit door moet maken en die geheeld moet worden en die het met haar kinderen moet rooien en klaarspelen en moet herstellen. En dat je als opa of oma alleen maar op je handen moet gaan zitten en er wil zijn voor dat kind als het steun nodig heeft. Maar dat is wat anders dan je bemoeien. Als dat kind weet dat je er voor haar of hem bent, een zoon of een dochter, dan is dat al geweldig. Dit is een hele duidelijke legging waarin er wordt duidelijk gemaakt dat iedereen zijn eigen problemen heeft, zijn eigen zaken heeft. En waar ga je dan als grootouder wel of niet, hoe zal ik het zeggen, waar bemoei je je wel mee en waar niet? Het woord bemoeien geeft het al aan. Je kunt je kind steunen, je kunt kleinkinderen steunen. Natuurlijk kan dat. Dat is wat anders dan bemoeien. Ik ga kijken wat er in het boekje staat. Observeren. Objectiviteit, vanaf een afstand neutraal observeren. De meeste mensen bekijken de wereld vanuit hun eigen gezichtspunt. Ze identificeren zich zo met hun eigen gevoelens en ervaringen, dat ze geloven dat dit de enige werkelijkheid is. Je mag soms afstand nemen om vooruit te kunnen kijken en vanuit een neutraal standpunt je omstandigheden te bekijken. Dit is zo'n moment in je leven. Denk niet alleen aan jezelf, maar verplaats je in de omstandigheden, mensen, cultuur en de omgeving waarin je nu verkeert. Je zult zo blij zijn nadat je dit hebt gedaan. Verlichting is het wonder waar je naar zoekt en wat je ook zult vinden. Ongelooflijk wat ik nu ga voorlezen, want er is ook een boodschap voor de relatie van het observeren. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Deze kaart lacht er al. Het heeft echt te maken met niet meer helder kunnen denken. De tweede kaart geeft ook deze bomen aan. Ongelooflijk. Je gevoelens kunnen in de war raken en vaak hoor je het een wanneer iemand anders... Ik moet het even kijken hoor. En vaak hoor je het wanneer iemand anders iets zegt. Het lijkt alsof er een onverwerkte ervaring uit het verleden in het gesprek weerklinkt en de boventoon voert. Neem even afstand voor je reageert. Waarschijnlijk weet de ander niet welke invloed zijn of haar woorden op je hebben. Doe een stapje terug en heb een beetje begrip voor de situatie. Vertrouw je relatie en vertrouw erop dat jullie weer bij elkaar kunnen komen. Dat is hier niet aan de orde. Dat is wat ik heel duidelijk zie. Dat is wel iets wat jij hoopt. Jij of iemand die in deze omstandigheden zit. Je hebt zo'n, ja, je hebt hoop, maar deze persoon die jou achterlaat, die is al met iemand anders. Sorry dat ik het zeg. Doe een stapje terug en heb een beetje begrip voor de situatie. Vertrouw je relatie. Kijk van een afstand en wees nieuwsgierig naar wat je van jezelf ziet. Bij anderen en van de wereld om je heen. Je zult ontdekken dat alles snel weer beter gaat dan je had gedacht. Met jou komt het ook allemaal goed. Steun op die close vriend. En wees voorzichtig met uithalen naar die ex. Want je kunt het zo lelijk maken. En dat allemaal vanuit de emotie en omdat je niet krijgt wat je wilt. De boodschap voor voorspoed. Het is goed om nu afstand te nemen van je bezigheden en je werk en je plannen vanuit een ander gezichtspunt te bekijken. De kunst is
om je zien wat je werkelijke doelen zijn, om te zien wat je werkelijke doelen zijn en wat je echt wilt, terwijl je de manier waarop en het tijdstip aan spirit overlaat. Misschien hecht je persoonlijk te veel waarde aan een uitkomst en kun je het wonder niet zien, omdat het niet precies uitpakt zoals je had gepland. Vertrouw op spirit. De perfecte versie van jouw overvloed ligt voor je. Blijf neutraal en nieuwsgierig en zie hoe het wonder zich ontvouwt. Er is hier duidelijk een tweelinge die het zo ongelooflijk moeilijk vindt om te accepteren wat hier gebeurt. Ik heb toch het gevoel dat er hier een vrouw achterblijft met twee kinderen. Het kan ook een oma zijn met twee kleinkinderen. Er is een manspersoon die vertrekt. En dat is heel erg moeilijk te verkroppen en waarschijnlijk nog erger omdat het te maken heeft met een derde partij. Een derde partij waar deze manspersoon voor kiest. Dat is wat ik hier echt wel zie in de kaarten. Ja, je kunt niet meer helder denken. Je vraagt je af, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom moet het zo gaan? Je houdt hoop. Je houdt hoop. Maar je weet in je onderbewustzijn dat die hoop eigenlijk gebaseerd is op valsheid. Het is valse hoop, want er is al een derde persoon in het spel. Oh, tweelingen. Ja. Probeer afstand te nemen in twee situaties, hè. Want je hoeft niet iemand te blokkeren. Dat is in deze legging, is dat... Dat hoeft niet, maar het gaat om afstand nemen en er ook naar kunnen kijken vanaf een afstand. En het zijn twee kaarten die eigenlijk datzelfde zeggen. Trek jezelf eruit. Trek jezelf eruit en probeer je er niet mee te bemoeien. Want je bent in staat om uit te halen wat ook menselijk is en logisch. Want je bent boos, je bent boos. Ga met die vriend of vriendin praten. Hier staat dat het iemand is van dezelfde sekse, maar dat hoeft helemaal niet. Ik geloof dat niet zo. Niet elke kaart is letterlijk. Er is in ieder geval iemand waar je wel je hart kunt luchten. Man of een vrouw. Nou, lieve tweelingen, ja, het is een beetje een hard gelach. Ik kan er niks aan doen, maar het is duidelijk wat er ligt. Ja, je kunt op dit moment even niet helder denken. En het heeft te maken met een situatie die je absoluut zou willen terugdraaien naar hoe het was. Succes!